In de meest recente uitzending van vandaag in wordt duidelijk dat Merel EK zich naar verluid zorgen maakt over de opmerkingen van Johan Derksen met betrekking tot een mogelijke zwangerschap. Volgens Helene Hendricks heeft ze hier uitgebreid met Merel over gesproken. Derksen lijkt te hebben gesuggereerd dat Merel's positie bij het programma onzeker zou kunnen worden als ze zwanger raakt. Hij lijkt vast te houden aan het idee dat, als een tijdelijke vervanger beter presteert, Merel mogelijk vervangen kan worden. Ondanks het feit dat zwangerschapsdiscriminatie wettelijk verboden is, Helene lijkt zich steeds meer te ergeren aan de opvattingen van Johan over vrouwen en werkculturen, die ze als middeleeuws bestempelt. Ze benadrukt dat zwangerschapsdiscriminatie simpelweg bij wet verboden is en dat het niet zomaar kan worden weggewuifd. Zowel de WNL-ellende als Johans reactie daarop worden door haar als te bagatelliserend afgedaan. Ze gaat zelfs zo ver om te zeggen dat ze het niet eens is met zijn opmerkingen over Merel en noemt het kort door de bocht. Ook Johans verleden als hoofdredacteur van Zes komt ter sprake, waarin hij aangeeft geen zwangere vrouwen te willen aannemen vanwege de mogelijke kosten en ongemakken. Hij lijkt het te zien als strategisch personeelsbeheer, ondanks de wettelijke beperkingen. Helene wijst erop dat zwangerschapsdiscriminatie niet alleen gaat over ontslag, maar ook over het verminderen van functies na terugkeer, wat volgens haar al als discriminatie wordt beschouwd. Merel zelf lijkt begrip te tonen voor de mogelijke niet-letterlijke bedoelingen van Johan. Maar geeft aan dat het wel een signaal is naar vrouwen in Nederland. Volgens haar kunnen verouderde opvattingen, zoals die van Johan, ertoe leiden dat vrouwen huiverig worden om zwanger te worden, wat weer stress kan veroorzaken. Helene sluit het gesprek af met een grappende opmerking over Johans aanwezigheid op een babyshower en zelfs de suggestie om een toekomstige baby naar Wilfred te vernoemen.